De samenleving zal de komende tijd vaker topmensen van verschillende oliemaatschappijen zien in het kader van ontwikkelingen in de olie- en gassector. Dit vertelde minister Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking gisteren voor de vergadering van de ministerraad. De bewindsman noemt de olie- en gassector heel complex en dat daarom goede voorbereidingen getroffen moeten worden door het bedrijfsleven. U ziet ook, en dat gaat allemaal meer en meer gebeuren, het gaat bijna normaal worden dat we hier topmensen van verschillende oliemaatschappijen zullen zien langskomen om gesprekken, besprekingen te voeren. En dan hebben we ook nog de kwestie van onszelf voorbereiden op olie en gas. Onze local content, maar ook onze skills, dus onze capaciteit. We hebben veel te weinig mensen, we hebben niet alle skills in huis. Dus we gaan ook veel mensen krijgen die werk gaan moeten leveren om die industrie goed op gang te krijgen. Dus dit is een heel traject dat is niet uitgezet, maar die automatisch ontstaat wanneer we praten over zulke grote en diepgaande investeringen. De minister geeft verder aan dat er meer gesprekken gevoerd moeten worden met buurlanden over de gezamenlijke ontwikkelingsgang binnen de olie- en gassector. Hij stelt dat er daarom partners gezocht moeten worden in de commerciële branche. Ook moet er gewerkt worden aan de aanscherping van de skills van de Surinamers in deze sector, omdat tijd niet stilstaat.